Ik ben Robert Jaboer van het team Voor Elkaar en vandaag zijn we in Almere. Wij zijn hier omdat we zijn uitgenodigd door het project Realisatie Inclusie Agenda in Almere. Door Edwin de Vos, wat een project is wat gehonoreerd is uit Implementeren met Impact. En Adrien en ik gaan vandaag naar de startersbijeenkomst van het project. En dat is in het VIP Café. Maar wat het VIP Café precies is, dat gaan we straks aan Edwin vragen. We gaan straks naar het VIP Café. Waar staat VIP eigenlijk voor? VN-verdrag in de praktijk. Oké. Okay. En VIP is natuurlijk een hele leuke benaming, hè? Ja. We zijn ook hele belangrijke mensen. Ja. Heel leuk, heel leuk. Ik had ook inderdaad het VIP Café. Mag ik daar wel komen dan? Ik ben zo belangrijk niet, maar dat is juist... Ja, het moet integraal worden, hè? We gaan midden in de samenleving houden ons café. En iedereen is welkom. Ja, dat maakt het heel mooi. Dichtbij, heel leuk, de samenleving. En daarbij komt VIP ook, VN-verdrag in de praktijk, is een adviesgroep. En dat is ook eigenlijk waar het project wat jullie bij Zonder Web hebben aangevraagd zich op richt, toch? Op, ja. Ja. Misschien kunnen jullie daar nog iets over vertellen? Wij hebben gezamenlijk een inclusieagenda opgesteld met 47 punten die we in ieder geval al gerealiseerd willen zien in de toekomst. Op het gebied van reizen, wonen, werken, vrije tijd, onderwijs. En die punten die hebben we voorgelegd aan de gemeente. Die wil dat gaan uitvoeren. En vanmiddag is één van die punten aan de orde. En dat is bewustmaking, bewustwording. Want ook de burgers, maar ook de mensen in het huis, moeten zich meer bewust worden van de problemen van mensen met een beperking. Daarvoor hebben we de Guusjes ontwikkeld. En vanmiddag wordt het Guusje geïntroduceerd door de wethouder. Wanneer zullen jullie nou tevreden zijn? Wat ik zie is, wij hebben heel lang gewerkt voor de doelgroep verstandelijk gehandicapten. En ik hoop dat er een verbreding plaatsvindt en dat de schotjes verdwijnen. En ik geloof in die samenwerking. Ik heb zelf nu ervaren hoeveel je van elkaar kan leren. En ik denk dat we niet meer doelgroepgericht moeten werken. Dat is zeker de verwachting, maar ik denk dat er toch ook wel wat punten uit de inclusieagenda gerealiseerd zullen zijn. Er komen natuurlijk ook weer nieuwe bij. Ja, ja. Maar ten aanzien van het vervoer zal er toch ook wel een verbetering zijn, denk ik. Bewustwording zal toch ook wel verbeteren. De stemlokalen zullen toch ook verbeterd moeten zijn. Mm-hmm. Dat iedereen kan stemmen. Ja. En zo hebben we nog een paar speerpunten waarvan ik ervan uitga dat er wel verbetering is. Ja, en wat ik nu wel zie gebeuren, gewoon bijvoorbeeld een van onze mensen die neemt deel aan het overleg rond de Floriade, rond de inclusie. En ik denk dat het steeds vaker gaat gebeuren dat ervaringsdeskundigen gehoord worden en aansluiten bij gewoon structurele overleggen binnen de gemeente. Ja, mooi. Dus dat hoop ik. Er is nog werk aan de winkel dus. Heel erg. Oké, dank jullie wel. Dan gaan we nu naar het VIP Café. Yes! Ja.